Hi iedereen, vandaag is het weer een nieuw Koken met Serena videootje. En vandaag ga ik aan jullie laten zien hoe ik dit lekkere bananentaartje heb gemaakt. Het heeft een bodem van gemalen koekjes met boter. Daarop zit een bananenmengsel met kokos en kaneel. En daarbovenop zit slagroom op smaak gebracht met hazelnootsiroop. Daaroverheen gekarameliseerde hazelnootjes, wat kokos en banaan. Super lekker en helemaal niet zo moeilijk om te maken. We beginnen met het maken van de bodem. Ik pak hier een pak biscuitjes. Dit zijn de San Francisco biscuitjes van Verkade. En deze ga ik allemaal fijn malen. En dit doe ik in een Magic Bullet. Ik doe ze gewoon in kleine stukjes. Dit doe ik in de Magic Bullet. Dan zet ik de Magic Bullet aan en dit verzamel ik allemaal in een grote kom. Hierna pak ik de roomboter. Deze is ongezouten en dit is een klein pakje. Hier neem ik de helft van en dit ga ik even smelten in de magnetron. Nou, ik heb hier kant-en-klare opgeklopte slagroom, maar je kan natuurlijk ook zelf je eigen slagroom kloppen. Als je dit hebt gedaan, kan je dit in een kom doen. En vervolgens pak ik van Douwe Egberts een siroopje voor in de koffie. Deze heeft een hazelnootsmaak en deze meng ik er doorheen. De gesmolten boter meng ik bij het koekjeskruimelmengsel. Meng dit met je handen totdat het textuur heeft van nat zand. Doe er eventueel iets meer boter bij om de bodem niet te droog te maken. Deze mini quichevormpjes heb ik gekocht bij de Albert Heijn en die zijn perfect voor de taartjes die we nu gaan maken. Je pakt je koekjeskruimelmengsel gemengd met de boter en dit verdeel je over de bakjes. Dit doe ik met mijn handen en daarna druk ik het goed en stevig aan met de achterkant van een lepel. Hierna gaan we het nog heel eventjes in de oven zetten, ongeveer 10 minuutjes bij 150 graden, gewoon zodat de koek wat beter kan uitharden. Hierna haal je ze uit de oven, stop je ze in de koelkast, ook voor een kwartiertje, totdat alles is afgekoeld. Neem een banaan en snijd deze in kleinere stukjes. Ik doe deze bijvoorbeeld in 4 stukken. Leg het in een diep bord en prak alles fijn met een vork. Vervolgens gaan we dit kruiden en op smaak brengen met een klein beetje kaneel en eventueel, als je het lekker vindt, wat kokos. Als laatste gaan we de hazelnoten karamelliseren. Dit doe ik door ongeveer 2 handjes suiker in een pan te doen. Vervolgens doe ik daar de hazelnoten bij en dit gaan we heel voorzichtig op een laag vuurtje roosteren. Op een gegeven moment zal de suiker gaan smelten en dit bedekt dan de hazelnootjes. En dit geeft ze een lekker krokant en zoet laagje. Als de taartbodempjes voldoende zijn afgekoeld, haal je ze uit de vorm. En nu kan je beginnen met het vullen van de taartbodem. Op de taartbodem leg je eerst het bananenprakje met kaneel en kokos. Vervolgens leg je hier de slagroom bovenop. En als laatste garneer je het met de geroosterde hazelnootjes en eventueel nog met wat plakjes banaan om het af te maken. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden en ik hoop dat jullie het een lekker recept vinden. Deze bananentaartjes met kokos, slagroom, kaneel, hazelnoot, dat soort dingen. Als jullie dit hebben gemaakt, laat het dan zeker even weten via de hashtag SerenaDIY. En dan zie ik vanzelf op de social media wel de foto's voorbij komen. Ik ga in ieder geval even lekker smullen van dit bananentaartje. Dankjewel voor het kijken en dan zie ik je snel weer in de volgende video. Doeg!